ben ik weer thuis van de stad. En ik heb echt twee hele leuke boeken gekocht. Ik was eigenlijk van plan om er echt 3 of 4 te kopen. Maar de boeken die ik heel graag wilde, die op mijn lijstje stonden, zijn nu op bol.com echt veel cheaper. Waardoor ik echt bijna meer dan weet ik veel hoeveel geld bespaarde. Dus ik dacht, ik koop gewoon deze. Want ik had een boekenbon. Dus daarvan heb ik deze gekocht. Nog van mijn verjaardag. En de rest bestel ik gewoon op bol.com. En die laat ik dan ook nog wel in deze video zien. Maar ik ben dus naar de Vampire gegaan. Of de Vampieren. Ik weet nog steeds niet wat het is. Iemand heeft het me ooit verteld. Maar ik ben het al vergeten. Dus mocht jij weten hoe de boekenwinkel heet. Vampire of Vampire. Let me know. Maar daar heb ik dus 2 boeken gekocht. En hier ben ik wel echt heel erg blij mee. En als jij ook veel boeken koopt, herken je dit ook. Ze doen echt altijd zo'n boekenlezer erbij. Of hoe noem je dit? Een boekenlegger. Maar die krijg je er altijd bij. Ik heb er nu echt al 10 of zo. Maar ik heb dus 2 boeken gekocht. Oh, ik ben hier zo blij mee. Vooral met deze. Want dit was namelijk ook de laatste die ik in de winkel kon vinden. Ik heb geen andere gevonden. Dus ik was heel erg aan het kijken van oké, is hier iets mis mee? Want waarom staat er nog maar 1? I don't know. Maar dit is dus het laatste deel. Of in ieder geval, er komt nog een nieuw deel. Maar dit is het dan de ene laatste deel van de Inheritance Games serie. Ik heb dus al de groene en de blauwe. En dit is dus het derde deel. Ik heb deze 2 in het begin van dit jaar gelezen. Dus dat is ook weer even geleden. Ik moet ook even refreshen waar deze ook alweer over gaan. Want ik weet het niet helemaal meer of waar het is geëindigd in ieder geval. Maar hier ben ik heel blij mee. Dus dit is het derde deel. En zoals ik al zei, er komt er dus nog één aan. Die komt eind deze maand uit. The Brothers Hawthorns. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. En ik heb ook dit deel gekocht. Dus het tweede deel van de Dreamland Billionaires serie. Het eerste deel is namelijk The Fine Print. Het tweede deel is Terms and Conditions. En dan heb je nog een derde deel. The Final Offer. Dus dit vind ik wel echt heel leuk. Het is wel echt een dik boek. Bijna. Volgens mij 500 bladzijden. Dus dat is wel echt veel. Want ik moet zeggen dat ik het eerste deel dus niet leuk vond. Of nee, ik vond die niet zo leuk. Ik zou die ook niet nog een keer lezen. Maar ik heb echt heel veel op Goodreads gelezen. En van mensen gehoord dat het tweede deel en het derde deel echt veel leuker zijn. Vooral het tweede deel. Dus ik ga hem gewoon lezen. Ik ben benieuwd. We zullen het zien als het niks is. Is het niks. Maar zoals ik al zei, dit zijn dus de 2 boeken die ik vandaag heb gekocht in de boekenwinkel. Maar ik ga dus nog bestellen op bol.com. Dus die shopblogjes zien jullie hierna op een andere dag in deze video. Maar ja, ik ben heel blij met deze 2. Die kan ik bij mijn boekencollectie toevoegen. Oké, guys. Long time no see. Het is echt een aantal dagen verder. Volgens mij zelfs gewoon ondertussen al meer als een week is het verder. Ja, ik heb ondertussen 2 boeken uitgelezen. Ik heb weer 2 nieuwe boeken besteld. Dus er is me van alles gebeurd. En ik ga jullie nu even updaten. Oké, de boeken die ik ondertussen heb gelezen zijn deze 2 boeken. Ook echt dikke knoepers van de boeken. Maar als eerste Terms and Conditions van Lauren Asher. En het boek is zo leuk. Ik heb hem 5 sterren gegeven. Super leuk. Dus het tweede deel van de Dreamland Billionaires serie. En ik heb The Family Upstairs uitgelezen. Een thriller. Deze stond echt al letterlijk een jaar op mijn TBR. Ik moest hem gewoon lezen. Dus ik heb hem eindelijk uitgelezen. En ik vond hem... ik heb hem 3 sterren gegeven. Hij was op zich wel goed. Maar ik zou hem op zich ook wel aanraden. Maar het is niet een toppertje of zo. Dus deze 2 boeken heb ik gewoon in een week uitgelezen. Allebei gewoon 450 bladzijden. Dus niet normaal. Maar deze 2. En ik heb dus 2 nieuwe boeken besteld. Dus laten we ze gaan openmaken. Ik ga beginnen met deze. Want hier ben ik heel benieuwd naar. Dit komt van bol.com. Kijk even hoe raar deze verpakking is. Oh my god. Oh, hij is mooi. Kijk, ik heb dus het laatste deel meteen besteld van de Dreamland Billionaires serie. Toen ik het tweede deel uit had. Terms and Conditions. Want ik kon niet meer wachten. Ik moest deze ook hebben. En hij is mooi. Oh my god. Hij matcht echt perfect met de rest. Ik heb dan ook natuurlijk het eerste deel. Dus deze serie heb ik helemaal compleet. Nu deze is ook echt fucking dik. Holy moly. Gewoon 560 bladzijden. Maar hij is echt super mooi. Oh, ik vind het echt een heel mooi boek. Final Offer dus. Van Lauren Asher weer. Dus oh my god. En dan heb ik nog een boek besteld. Normaal koop ik eigenlijk niet op bol.com hoor. Ik koop ook liever in de boekenwinkel. Maar deze wilde ik zo graag hebben. En ik wist ook niet meer naar de boekenwinkel ging. Ik ga wel weer over een paar weken. Maar binnenkort even niet. En oh my god. Namelijk King of Pride. Het tweede deel van de Kings of Sin serie van Anna Huang. Anna Huang is echt een van mijn favoriete schrijfsters. Ik hou echt van haar boeken. Zo leuk. Deze is ook lekker dun. Dus die heb je ook snel uit. 300 bladzijden ongeveer. Dus hoe mooi ook zijn die koffers van haar. Ik vind dat haar boeken echt zo mooi eruit zien ook. Dus ja, deze 2 boeken heb ik nieuw gekocht. Echt mega, mega blij mee. En ja jongens, we gaan nu echt iets mega leuks doen. We gaan namelijk mijn boekenkast
opnieuw indelen. Daar heb ik echt zo mega veel zin in. Ik heb de laatste tijd ook echt mega veel boeken gekocht. Dus het is echt nodig. Dus laten we dat gaan doen. Oké, en ik heb mijn boeken dus op twee verschillende plekken liggen. Dit is de allereerste plek, namelijk zo'n rolkarretje. Deze heb ik echt toen net een keer gekocht bij de Albert Heijn. Die hadden ze toen daar. En ik wilde er echt al heel lang eentje, die van de IKEA. Maar toen ze hem daar hadden, dacht ik van ja, koop ik hem gewoon daar. Dus hier heb ik een aantal boeken liggen. Ik heb die onderste bijvoorbeeld ook nog helemaal vrij. En dan heb ik hier een deel met boeken. En eigenlijk was hier het idee dat ik al mijn series boeken, dus alle boeken waarvan ook een serie is, waar ik ook meerdere delen van heb, die wil ik hier doen. Maar dat klopt nu niet helemaal. Er liggen ook boeken bij, ja, waarvan ik niet zeg maar nog een extra deel heb of die helemaal ineens een serie zijn. En dit hieronder is eigenlijk gewoon heel random. Hier zit echt geen systeem in. Ik wilde alleen al mijn Colleen Hoover boeken bij elkaar, maar hierboven staan er nu ook een paar. Dus ik ga het nu eventjes allemaal eruit halen, even schoonmaken en dan ga ik alles opnieuw indelen. Oké, ik heb het even onderverdeeld. Dit zijn dus echt alle boeken die ik heb. Ik heb er ook geen uitgeleend of zo. En ik vind het zo leuk. Dit zijn dus al mijn series, zoals jullie kunnen zien. Ik heb hier als allereerste twee boeken van Carly Fortune. Dan heb ik hier al mijn Anna Wang boeken. Dit is dan de Inheritance Games serie. Things We Never Got Over, dus de Knockamount serie. En dan natuurlijk de Dreamland Billionaire serie van Lauren Asher. En dan hebben we hier eigenlijk de andere overige boeken. Dus die eigenlijk geen serie zijn of die wel een serie zijn, maar waar ik dan nog niet de volgende delen van heb. Die ik dan allemaal ook in het kastje wil doen. Of in ieder geval daar, in dat roldingetje. Dus ik heb hier al mijn Colleen Hoover boeken. Ook echt veel, maar ik wil echt meer Colleen Hoover boeken. Want ik vind haar boeken, ja, het is een hit of een miss. Sommige boeken vind ik wel leuk, sommige boeken vind ik wat minder leuk. Dit zijn dan mijn Taylor Jenkins Reid boeken. Daar wil ik er ook meer van, want haar boeken zijn ook echt super goed. Maar hoe leuk zijn ook deze covers. Dan heb ik hier gewoon verder wat romansboeken. Deze eigenlijk bijna allemaal. En dit zijn dan voornamelijk thrillers. En ik heb hier ook een historisch boek. Ja, gewoon wat andere boeken. Geen romansboeken in ieder geval. Dus die heb ik hier. Die wil ik ook zo bij elkaar zetten. En ik wil alle romansboeken bij elkaar zetten. En ik wil alle Colleen Hoover boeken bij elkaar zetten. En deze komen dus allemaal in dit vakje. Dus mijn series komen allemaal hier. Oh my god, kijk even hoe perfect dit past. Er past gewoon geen één boek meer bij. Ja, hier links nog wel. Maar dit stapeltje hier, die rechtse, die past gewoon helemaal goed op elkaar. En hoe mooi zien al deze boeken eruit. Dit is echt mijn favoriete hoekje. Ik vind het zo mega mooi. En dit ook echt zo leuk dat het net gewoon past. Net zoals daaronder staan al mijn Colleen Hoover boeken en zeg maar geen romansboeken. Ik weet eigenlijk niet wat daar waar de rivierkreeft zingen voor een boek is. Volgens mij eigenlijk misschien ook wel een romans. Maar ik heb hem gewoon daarbij gezet. En dan hebben we hier verder wel echt al mijn romansboeken. Hier ben ik ook heel blij mee. Echt, hoe leuk ziet dit eruit. Ik ben helemaal obsessed. Oké, dit vond ik echt zo mega leuk om te doen. Ik ben ook echt zo mega blij met mijn boeken. Ik word daar ook zo gelukkig van. Ik wilde jullie nog eventjes mijn
current read laten zien. Dus deze ben ik op het moment aan het lezen. En ik ben ook heel erg benieuwd welk boek jij op het moment aan het lezen bent. Dus laat me dat zeker weten. Jullie kunnen mij ook altijd volgen op Goodreads. Ik heb ook echt al heel veel verzoeken gekregen van jullie. Naar aanleiding denk ik gewoon van mijn video's. Maar echt super leuk, want ik vind het ook heel leuk om te lezen. Ja, wat jullie bijvoorbeeld van bepaalde boeken vinden. Of welke boeken jullie aan het lezen zijn. Dus laat zeker een reactie achter hieronder in de comments. Met welk boek jij op het moment aan het lezen bent. Want ik ben echt heel erg benieuwd. Maar de Final Offer van Lauren Asher is dus mijn current read. En met deze ga ik dan de boekenvlog afsluiten. Ik hoop dat jij hem leuk vond. Vond je deze video nou leuk? Vergeet dan zeker niet om dat blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet je ook zeker niet om te abonneren. Zo blijf je namelijk op de hoogte van allemaal andere soort video's. Maar natuurlijk ook van mijn boekenvlogs. Dus doe dat zeker. En dan zie ik jou hopelijk weer in een van mijn volgende video's. Doei!